gewoon heel hard gewerkt en ik heb alles gedaan wat ik kon doen. Dus ik ga gewoon zo hard mogelijk rijden, dan zie ik het wel. Nee, ik was echt zo ontzettend blij dat ik geen vierde was. Zo vaak vierde geweest en nu op het juiste moment, bam, medaille. Ja. En doet ze. Ze komt eraan. Marit Leester, hey, ja, Son. Hey. Hallo Marit. Kom binnen. Hey. Hallo. Wil je hier gaan zitten alsjeblieft? Kom erbij. Ja, spreken we Italiaans of spreken we gewoon Nederlands? Nou ja, mag ook Italiaans hoor. Spreek jij vloeiend Italiaans? Ja toch? Ja, nou ja, vloeiend. Ik maak nog wel eens foutjes hoor. Ja? Ja, dat horen wij toch niet. Dus jij kunt echt bij ons alles zeggen nu. Nee, ik heb wel even ondergehoord. Het klinkt wel professioneel. De bronzen medaille. Ja. Geen vierde. Nee, ik was echt zo ontzettend blij dat ik geen vierde was. Dat is wel echt... Nou ja, natuurlijk kom je uiteindelijk voor goud en dat was ook het doel. Ja. Maar ik was wel echt heel erg blij met brons. Ja, voor de mensen die het niet weten dan misschien. Jij bent speciaal naar Italië getogen. Om je voor te bereiden onder andere op de Olympische Spelen. Ja, ja klopt. Ja, twee terug zat ik een beetje op het moment van ja, ik was weer... heel vaak vierde. Dus ja, wat ga ik hier aan doen? En mijn coach, of ja, mijn trainer in Nederland, die ging naar Duitsland. Ja. En het team hield op, dus dat was sowieso ook geen optie. Dus ik wist niet meer, ik dacht ik moet eigenlijk wat anders. Ik moet kijken waar ik nieuwe prikkels kan krijgen. Dus ik ben getrouwd. Met een Italiaan. Ja, dat zijn hele goede prikkels. Ja, toch? Ja. Ja, precies. Nee, maar zo kwam ik in contact met de coach, de trainer daar van het nationaal team. Ja. En dat sprak me wel heel erg aan, dat trainingsprogramma. Dus, is dat anders dan de Nederlandse trainingsprogramma's? Ja, denk ik wel. Want ze hebben heel weinig schaatsers. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon echt gebaseerd op heel hard werken en dan maar hopen dat we sterker zijn dan de rest. Oké. Okay. Want het is, nou ja, in Nederland, wij kunnen natuurlijk allemaal heel goed schaatsen, anders kom je niet aan de top. Dus we zijn technisch gewoon een stuk beter, denk ik, dan dat blijkt. Het algemeen. Dan, ja, die dan, enorme basis, die had jij. Ja. Die heb je. Ja, nou ja, ja. En anders ben je hier niet. Nee. Begin je naar, ja, afgelopen zomer al helemaal de focus ligt aan om te spelen? Dan gaat naar dat, of zit het op een ander moment, OKT, of waar ligt de piek Nou, dan? Ik heb wel geprobeerd om niet alleen maar aan de spelen te denken, omdat het denk ik de druk te groot maakt. Je wil niet alleen maar zeg maar elke training denken van goh, ik doe dit intensief duren voor de 500 meter in februari. Want dan, ja, dan is het gewoon zo lang en dan maak je jezelf denk ik gek. Dus nee, ik heb gewoon elke dag hard getraind en gewoon niet te veel gedacht. Ben jij gevoelig voor druk? Ja. Leg je jezelf ja, hoge denk druk wel. Op? Ja. Zo zie je er niet uit. Zo zie je er echt niet uit. Ik ben nu wel ontspannen. Ja, nee, maar je zit er altijd op de baan. En vind ik best wel. Nee, vooral bij grote toernooien. Ook omdat ik denk, ik heb een paar keer een beetje pech gehad op een grote toernooi. Dat ik misschien ziek werd of ik heb een keer mijn enkel gebroken. En dan, daardoor had ik denk ik die medailles die ik misschien al eerder had moeten winnen, nooit gehaald. En ik ging mezelf heel veel druk opleggen van ik moet een keer die medaille halen. Hoe uit dat zich? Nou ja, ik had gewoon echt hele slechte benen dan. Echt heel, gewoon. Helemaal, gewoon in één keer verkrampt. Ja. Dus stond ik aan de start en dan had ik gewoon, nou niet pap, juist echt heel erg verkrampt. Echt heel, en dan dacht je, dit wordt hem niet. En ja, dat probeer je nog zo hard mogelijk, maar dan had ik gewoon, dan was ik na één rondje gewoon kapot. Wat was het bij de 1500 meter nu? Hoe voelde het? Ja, ik was nu eigenlijk wel ontspannen, dus dat was wel heel fijn. Ik dacht, ik heb gewoon heel hard gewerkt en ik heb alles gedaan wat ik kon doen. Dus ik ga gewoon... zo hard mogen rijden, dan zie ik het wel. Ja. Dat lijkt me zo'n ontzettende kick dat het eindelijk lukt. Hè? Ja, het was ook echt ontzettend mooi op Medal Plaza om dat een keer mee te maken. Want, ik zag je stralen, De ploegachtervolging via terug, dat werd uitgereikt, de medaille in het stadion. Die gouden plak had je al? Die had ik al, maar dat was niet op Medal Plaza. Dus dat wilde ik wel graag een keer meemaken. En individueel is dat toch anders dan samen? Nou ja, we zijn best wel denk ik individueel ingesteld. Dus Uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel, denk ik. Nou, kijk, daar staat een ontvangstcomité. 1500. Ja, wat goed, Marit. Nou, daar kun je iets onthouden. Ja, nou, dit is erbij, hoor. Geniet ontzettend. En wij zien je bij het team. En, ja. En toch, de 500 meter, je weet het niet.
De 500 meter, nou, dat weet ik wel. Dat weet je wel. Okay. Hou je nog een beetje in, hè? Veel plezier. Veel plezier. Hoi. Ja, zij kan zo stralen dat je aan haar zie je eigenlijk het ontzettende genieten. Maar dat remt ze met het enorme perfectionisme. Ja, ze is enorm perfectionist. Als het een kan domineren over het andere, dan is ze volgens mij onverslaanbaar.